de Summerheide dit jaar voor de 11e keer het toneel van de Hinsterdagen te Tjerkstra deel. Die ontstonden door een combinatie van de Friesendij, de Hinsterdagen Gariep en de fokvereniging Taart Behoort. Wat is er tijdens de Friese Hinsterdagen in Tjerkstra deel allemaal te zien? Keuringen aan de hand van Friese paarden. Dressuur onder het zadel, ook met Friese paarden. Dan is er dus de keuring met ponies. En we hebben de KWPN'ers, we hebben de Hackney's en de Friese paarden ook weer onder het zadel. Tijdens al deze drie dagen kunt u dus vooral genieten van het Friese paard. Van de Friese paarden zijn er toch een dikke 200. En dan heb ik de dressuur er nog niet bij, dus het zijn ook een 100. En waar komen al die paarden vandaan? Die paarden komen dus het meeste komen hier uit Noordoost-Friesland. Dat is gewoon de fokvereniging die ook zijn Friese paarden hier heeft. En de KWPN-paarden en de Hackney's die komen dus van ver, die komen uit heel Nederland als ze dat willen. De toegang is gratis, waarom? Om het gewoon voor iedereen aantrekkelijk te maken. We hebben ook gezegd van nou met de recessie, we willen het gewoon voor iedereen leuk houden. En we hebben ook sponsors bereid gevonden om daaraan mee te werken. Hoeveel bezoekers verwacht u nou nu het gratis is? Een aantal noemen is altijd heel erg moeilijk. Ik vind dat gewoon heel moeilijk. Ik heb gehoord dat het is een keer eerder gratis geweest, er waren er ongeveer 7500 mensen. Nou, ik zou willen dat we daar deze keer ook aan toe komen.